Ik had het. Ja? Ja. En waarom heb je het verwijderd? Nou, omdat het niet mocht. Dat is een app waar je zeg maar iedereen anoniem kan beledigen. En als je dat ziet, is het heel vervelend. Nou, ik vind het echt een rot app, maar... Leerlingen van het Koornhert in Haarlem kennen hem allemaal en hebben hem allemaal verwijderd. De app vindt zelf je locatie en je kunt dan met anderen op die plek berichten uitwisselen. Het niveau van de gesprekken is niet verheffend. Maar dan ging ze, ja, dan ging ze gewoon steeds dingen zeggen en die persoon weet dan niet wie het is. Dat ze zeg maar echt een slet is en zo en dat ze lelijk is en plat en zo. Dat. Nou, er zijn wel bepaalde kinderen die in nare situaties genoemd zijn en die hebben er denk ik wel last van. Die worden nu ook, hun namen gaan de hele school rond. Het Koornhert is één van de Haarlemse scholen die aan de bel trok toen men het pesten via gossip in de gaten kreeg. De app is nu verboden. Opvoeding en onderwijs lukt pas als leerlingen zichzelf kunnen beschermen, zelfvaardig genoeg zijn en niet alleen maar met de school wil het niet meer, haal die app eraf. Nee, zij worden groter en zij moeten dus gezonde, weloverwogen keuzes te maken, inclusief dat enorme builen vallen wat zo'n app veroorzaakt op dit moment.